Op verzoek van burgemeester Ahmed Marcous werd de Arnhemse radicaliseringsaanpak onder de loep genomen door de Universiteit van Utrecht. Professor Beatrice de Graaf en projectleider Scott Douglas kwamen hun resultaten toelichten aan de gemeenteraad. Wij vroegen de onderzoekers en de burgemeester om hun reactie. Ons rapport is heel positief over wat er in Arnhem allemaal is opgetuigd in korte tijd. In het bijzonder als het gaat om de persoonsgerichte aanpak, het casusoverleg, dus om individuen. Waar het nog beter kan, dat is in het investeren in de kenniscirculatie, ook met welzijnswerk, politie, maar met name ook het onderwijs. Nou, wil ik daar ook even op inzoomen, want onderwijs is vanavond ook een belangrijk thema. Ja, wat gaat daar dan toch nog mis? Nou, scholen zijn ontzettend belangrijk, maar je ziet van de scholen die wij gesproken hebben, bevraagd hebben, heeft maar een klein deel echt regelmatig contact met de gemeente, met de wijkagent over radicalisering. Terwijl ze toch zo belangrijk zijn. En we willen uitzoeken van, en het zit ook wel in het rapport, hoe kunnen we ze toch meer betrekken? Ik hoorde vanavond ook wel, hè? Je zei van, ja, ze worden eigenlijk al overvraagd. Ja, dat verandert vandaag vanmorgen ook niet. Wat gaan we er dan toch aan doen om dat voor elkaar te krijgen? In elk onderzoek dat ik doe, of het gaat over kindermishandeling, overgewicht, de scholen moeten het opknappen. Dus ik snap echt dat ze overvraagd worden. Ik denk de truc is om ze niet te gaan dwingen met stokken te gaan slaan, maar kijken welke vragen, welke behoeften hebben docenten. Die mentor die zit met een leerling die radicaliseert, hoe kunnen we hem helpen? De docent die thuis komt met een groep vol leerlingen die ongerust zijn, wat kunnen we hen aanbieden? Nou, denk ik natuurlijk vaak aan middelbare scholen en ook puberteit. Ik hoorde ook zeggen, nou, daar begint het vaak. Ik hoorde ook zeggen, ja, eigenlijk is de basisschool ook wel een goede plek om al te beginnen. Ja, op basisschool, daar zitten de kinderen die zich daar nog volledig open opstellen. Tegenover de juffen en de meesters, de leerkrachten. En die kinderen formuleren nog heel erg authentiek de vragen waar zij mee zitten. Er zit toch niet een soort scherm tussen, van wat vinden mijn vriendjes ervan. Die zullen nog heel eerlijk zeggen wat hen bezighoudt. En wat de meeste kinderen bezighoudt tegenwoordig als het gaat om radicalisering en terrorisme is, moeten wij bang zijn. Het ging ook even over social media, hoorde ik u noemen. Ook misschien onze beleving is, bestaat dat al heel lang, maar eigenlijk is dat ook niet zo. Die rol is nog maar redelijk recent, hoorde ik u zeggen. Ja, als je eigenlijk eventjes heel goed kijkt naar de chronologie, is pas Twitter bijvoorbeeld, hè, en livestreaming is pas iets wat we sinds 2013 heel fanatiek doen. De toegang wereldwijd tot het internet, dat is ook pas eigenlijk 2001, 2003, is dat wereldwijd echt toegenomen. Dus het radicaliseringsprobleem vandaag de dag is een probleem dat veel sneller, veel intensiever en veel heftiger gaat dan in eerdere jaren. Omdat die informatie zo blijft binnenkomen. En die informatie ook op zeer dramatische manieren. En niet alleen blijft de informatie binnenkomen, ook omgekeerd kunnen radicale jongeren hun eigen radicale boodschap onmiddellijk. Ze zijn hun eigen broadcasting company, ze zijn hun eigen kleine televisiebedrijfje. Ze kunnen iets filmen en meteen op het internet zetten. Social media zelf zijn ook een bron van radicalisering. Dat is ook al aangetoond door de diverse onderzoeken. Als je als kind op een foto klikt op Instagram, of als je op een YouTube-filmpje klikt, er zijn een aantal van die grote tech-companies die hebben een ingebouwd mechanisme dat als jij op een content klikt, dat je dan onmiddellijk door wordt geleid naar een nieuw filmpje waarbij je blijft hangen. En wanneer blijven mensen hangen bij beelden? Niet als ze er iets van leren, maar als het dramatisch is. Ik hoorde ook zo misschien ook wel even in stand van wat is nou eigenlijk de belangrijkste factor waarom mensen radicaliseren? Wat kunt u daarover zeggen? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Er zijn echt boeken vol over geschreven. Maar recente literatuur, in Utrecht ook uitgevoerd onder andere, benadrukt toch heel erg of je nou hebt over linksextremisme, rechtsextremisme of ook jihadisme. Dat het gaat om gevoelens van onrecht die gewroken moeten worden. Het ging vanavond ook even over de scholen in Arnhem en wat onlangs ook veel het nieuws was, salafistische lesmaterialen die ze daar krijgen. Waarvan ik zei, dat hebben we eigenlijk ook nog niet zo bekeken. Maar kunt u toch iets zeggen over dat risico daarvan bijvoorbeeld in Arnhem? Nou, we hebben inderdaad niet specifiek daarnaar gekeken. Als Arnhem dat wil weten, is het belangrijk om daar specifiek onderzoek naar te doen. Hoewel er vanuit de landelijke rapporten geen aanleiding voor is dat het ook hier in Arnhem is. Wat we gewoon wel zien is dat onder docenten, onder wijkagenten spelen zorgen over alle vormen van extremisme. Dus ook islamitisch, jihadistisch extremisme, maar ook links, ook rechts. Of spanningen tussen etniciteit. En het is belangrijk om dus voor alle vormen echt veel aandacht te hebben. Nou, hij zegt van, de basis staat er in Arnhem, als ik goed begrepen heb. Wat zijn nu op de korte termijn even de eerste stappen die in eerste instantie de portefeuillehouder of
de stad misschien zou moeten zetten op dit gebied. Ja, dus ga door op de nieuwsgierigheid van docenten en wijkagenten en ga samen op onderzoek, samen met de hogescholen of de universiteiten in de buurt, naar welke vragen spelen ze, welke puzzels kunnen we hier oplossen. Daarnaast vinden we het heel erg belangrijk dat er structureel overleg komt met de samenlevingspartners. En er moet een bondgenotenoverleg komen, er moet meer structuur, meer fundament komen op dat punt. Arnhem heeft een radicaliseringsprobleem, dat hebben we de afgelopen jaren gezien, ook met de aanhouding van die 7 terreurverdachten. We zitten er bovenop. We doen van alles op het terrein van preventie, jongerenwerkers, buurtwerkers, wijkagenten. Dus het was goed om deze evaluatie te doen. Hè? Om de vraag te stellen aan deze wetenschappers. Beatrice de Graaf onder andere van, doet Arnhem het goed? Is onze aanpak wel goed genoeg? Dus op die manier is er naar gekeken. En de conclusie is dat we heel veel goed doen. Maar dat we op een aantal punten verbeteringen nodig hebben. Bijvoorbeeld veel meer investeren in de relatie met het onderwijs. En dus hebben we ook de inwoners van de stad hebben we nodig dat als ze zich zorgen maken, of de ouders van kinderen die zorgen hebben over hun kinderen, radicalisering of andere ontsporingen, om aan de bel te trekken, zodat we er ook zoveel mogelijk met z'n allen op tijd bij kunnen zijn om de jongeren te redden en onze samenleving ook te beschermen. En het is ook belangrijk dat we jongeren, die vaak ook in de fijk lopen van ronselaars en allerlei organisaties die ze met een gedachtegoed vergiftigen, waardoor ze tot het inzicht komen, bijvoorbeeld aanslagen te plegen, ja, daar moeten we onze kinderen ook tegen beschermen. Kunt u iets met de woorden en het advies van de twee onderzoekers vanavond, de twee terrorisme-experts? Jazeker. Het zijn experts en die hebben op een onafhankelijke manier gekeken naar onze aanpak. Nou, ze zijn daar voor een deel lovend over en voor een deel zeggen ze, je kunt op een aantal punten nog verbeteren. Bijvoorbeeld nog veel meer de samenleving erbij betrekken, de welzijnsorganisaties bijvoorbeeld. Maar vooral ook het onderwijs. En dat vind ik wel een belangrijke, want onderwijs, dat is de sleutel. Opvoeding, ouders, dat is nog wel een opgave. En dat is geen makkelijke opgave. En daarom vind ik het ook goed dat we op 2 oktober met onderwijzers in een conferentie in gesprek gaan over dit onderwerp.